Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar moet zich woensdag verantwoorden voor het uitbesteden van een klus aan zijn schoonzus. De Drentse politiek kwam vanavond samen om te praten over zijn positie. De emmer raakt vol, bedoelt u? Nou ja, ik denk wel dat de emmer behoorlijk vol aan het raken is. En het geduld raakt ook een beetje op eigenlijk. Ik heb alleen twee verhalen gehoord. Eentje van de pers en eentje van de commissaris. En we gaan nu straks naar binnen en dan horen van de commissaris precies wat hij bedoelt. Het gaat allemaal over dit historische pand in de binnenstad van Assen. Het moest in 2015 opnieuw worden ingericht en de provincie huurde daarvoor de schoonzus in van Tichelaar, die zelf zegt dat hij dat niet wist. Ik heb er nooit nimmer met haar over gesproken en ik heb het druk genoeg. En denk u maar niet dat dit de topprioriteiten zijn die gemaakt moeten worden. Dus het contact daarover is er niet geweest. Niet vooraf, niet tijdens en ook niet achteraf. De schoonzus van Tichelaar kreeg een relatief klein bedrag voor haar werk. Maar het is de tweede keer dat de familie van de commissaris ter sprake komt in het provinciehuis. Het was een informatief gesprek en de commissaris is heel open naar ons geweest. En dat was goed dat de commissaris dat gedaan heeft. Er is wat verheldering gegeven en dat ga ik met mijn fractie delen. Vanuit het college hebben we het volste vertrouwen erin. Maar in een debat moet je ook altijd gewoon de argumenten wisselen, de vragen stellen en de antwoorden geven. En daar worden conclusies getrokken. Ruim een uur lang is er vanavond gesproken in het provinciehuis over de kwestie Tichelaar. De politieke partijen willen weten wat er precies is gebeurd en op welk moment in de tijd. En nog belangrijker, wanneer wist Tichelaar dat zijn schoonzus betrokken was bij die inrichtingsdeal? Komende woensdag komen de antwoorden in een debat van Provinciale Staten.